Het water van de Waal blijft maar stijgen. Ook de uiterwaarden langs de rivier lopen steeds meer onder. Sommige van die gebieden worden daarom afgesloten voor publiek. Ook grote grazers moeten tijdelijk naar hoger gelegen plaatsen, zoals de kudde koninkpaarden bij Beuningen. De kuddebeheerder zorgt ervoor dat de dieren op hun tijdelijke plaats genoeg te eten hebben. Staatsbosbeheer vraagt bezoekers zoveel mogelijk op de dijk te blijven om de dieren rust te gunnen. Ook bij Deest zijn de uiterwaarden deels ondergelopen. Een enkeling trotseerde de regen om het van dichtbij te bekijken. Volgens Rijkswaterstaat is alles nog steeds onder controle.